echt, echt een settlement van de Joden. Caravans, een Palestijn zal nooit in een caravan wonen, Joden wel. En dit is echt bottom, weet je wel, het afzien, gevaarlijk, omringd door Palestijnen. Kinderen groeien hier op, hier wordt echt gebouwd, het echte settlement. Hier worden profetieën waargemaakt. Dus wat wij proclameren wordt hier waargemaakt. De bergen van Samaria worden ontwikkeld. Kijk, hier zie je het. Weet je? En ik denk dat wachters dit moeten weten. Die moeten dit zien. Dus dat hun profetieën als het ware gerealiseerd worden. En daar zie je de bergen van Jordanië. Hè? Prachtig. En hier worden de eerste huizen gebouwd. Wow. De eerste Joodse huizen. Dus vanuit de caravan naar de huizen. Shalom. 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 Kijk eens naar het uitzicht. Hè? Hier wil je toch wel wonen, of niet? Ja hoor. En dit zijn de... Dit is Samaria. Dit is eigenlijk een gedeelte van Silo. Jusaf Rachel. Ze hebben al een lijnbus. Ze hebben al een buslijn, ja, een lijnbus. En mooie huizen bouwen ze hier. Dus caravans, daar begin je. En uiteindelijk resulteert dat in je eigen huis, als je het je kan veroorloven natuurlijk. Bouwen ze dat nou ook zelf? Of ja, worden alleen door Joden. In de Jordaanvallei werken ook Palestijnen mee, dat is gemoedelijker. Maar hier in Samaria, dat is toch echt een ander verhaal. Hier, dit is echt vijandig.